Ja, Edward, je stond net uh, weer voor de eerste keer voor de groep. Hoe, uh, hoe was het? Ja, leuk. Leuk weer om... Uh, maar ik sta natuurlijk ook wel bij de jeugd op het veld. Maar ja, het is wel weer een ander niveau natuurlijk, waar je op het veld staat. Maar ik vind altijd... Uh, op het veld staan vind ik het allerleukste. Uh, met voetballen zelf bezig zijn, dat is het leukste van het vak natuurlijk. Ja, want je neemt het in eerste instantie over tot aan de winterstop. Uh, wat was de gedachte daarachter? Ja, de gedachte is eigenlijk uh, vanuit de club, maar ook vanaf mij, om te kijken hoe gaan deze vier, vijf wedstrijden. Uh, ik wil ook de spelersgroep goed leren kennen. Ik ken deze hele groep niet. Ik heb ze natuurlijk wel uh, wedstrijden zien voetballen. Maar ik heb er nooit mee op het veld gestaan. Ik ken de karakters niet. Ik heb het ook heel vaak overgenomen vanuit een assistentenrol. Ja, dan weet je wat je krijgt. Dan, weet, dan ken je de groep. Want dan sta je elke dag mee op het veld. Ja, met deze groep heb ik nog nooit gewerkt. Dus. Uh, ik denk dat het ook goed is om het zo te doen. Kijken hoe deze periode gaat. Hoe bevalt het de club? Hoe bevalt het mij? Is een van de partijen. bevalt het ons allebei heel goed? Nou, dan is er misschien ook een, een mogelijkheid dat ik doorga. Zegt een van de partijen van. nou, ik haak af. Ja, dan, dan moet er een nieuwe oplossing komen. Want je hebt eigenlijk al vaker gezegd dat je het niet meer wilde op interimbasis. Ja. Wat was nu jouw. Uh... Reden om het wel weer te doen. Ja, nou eigenlijk drie jaar geleden heb ik gezegd voor de komst van toen men koos voor Thomas Letsch en niet voor mij. Toen heb ik gezegd: Nou, dit is echt de laatste keer dat ik interim ben geweest. Ik doe het niet meer. Alleen ik denk dat we nu als, als club zo grote problemen, zowel binnen als buiten het veld hebben. En iedereen weet dat. Dat er ook een keer, dat het eigenlijk niet de situatie is nu om als wie dan ook binnen Vitesse te zeggen van ik doe liever dat en dat doe ik liever niet. Ik denk dat iedereen binnen onze organisatie uh, zijn verantwoording moet nemen en als ze gevraagd worden om iets te doen, dat je uh, gaat kijken of je mee kan helpen. En dat is eigenlijk ook de reden uh, dat ik dat opzij heb gezet wat ik uh, een drie jaar geleden heb gezegd en dat ik uh, de keuze heb gemaakt om gewoon erin te stappen en te kijken of ik uh, de groep kan helpen. Die jongens zitten ook moeilijk, die staan 18 in de eredivisie. Daar word je ook niet vrolijk van. En ik denk ook, dat is ook een reden waarom, kijk, als ik uh, het idee had, ja, met deze groep kan ik niks. Ja, dan had ik er niet in hoeven te stappen, want dan is het ook een kansloze missie. Ik denk dat er wat meer in deze groep zit dan dat ik tot nu toe gezien heb. En uh, dat wil ik gewoon kijken, dat vind ik ook de uitdaging uh, die ik altijd wel zoek, om te kijken of dat eruit gehaald kan worden. En of we stappen kunnen maken, en of we weg kunnen komen daar van die onderste regio's. Ja, en dat is een beetje mijn doelstelling om te kijken hoe kunnen we wegkomen daar. Maar wat zijn nou de grootste veranderingen die uh, jij bijvoorbeeld nu wilt doorvoeren ten opzichte van voorheen? Geen idee, want ik weet niet hoe het voorheen was. Dus ik, ik, ik ben een ander karakter, ik ben een andere trainer. Ik ben geen betere trainer. Ik ben uh, misschien ook geen slechtere trainer. Ik ben een andere trainer. En ik denk dat Filip het heel goed gezegd heeft toen hij hier vertrok. Toen zei hij, ik stopte mee, want ik denk dat dit elftal toe is aan een verandering. Nou, ik ben wel een verandering. Of het de verandering is die Vitesse dat gaat brengen wat iedereen wil, dat weet ik ook niet. Ik, ik ga alles doen wat in mijn macht ligt, samen met, met uh, uh, Nicky en met Tim, Nicky Hofst en Tim Cornelissen en de andere stafleden, om te proberen Vitesse uh, en het elftal te helpen om weg te komen waar ze zijn. Maar garanties ga ik niet geven, garanties krijg je nooit in de voetballerij. Ja, je zegt het net zelf al, Tim en Nicky, um, waarom heb je voor hun gekozen? Hoe, hoe is dat gegaan? Ja, dat heeft eigenlijk niets met Chris van der Weerden te maken of met Theo Jansen te maken. Uh, die hebben uitstekend gefunctioneerd. Uh, wat eigenlijk Philip zei, uh, dit elftal is toe aan veranderingen. Uh, daar, hebben we, daar heeft met name ook de leiding van de club naar gekeken. En we hebben besloten om gewoon met allemaal nieuwe gezichten voor de groep te gaan staan. Dus alles is eigenlijk, bij, op, alleen Raymond van der Gouw is als keeperstrainer nog aanwezig. En voor de rest staan we met allemaal andere gezichten voor de groep. En of dat de oplossing is, nee, dat is niet de enige oplossing. Maar we proberen wel alles te doen om zo snel mogelijk te kijken of we veranderen, kunnen veranderen. Of, of er wat kan veranderen. En dit is ook iets daarin. Misschien gaat het helemaal niet helpen. Maar ik vind dat Vitesse in een situatie zit nu. waarin ze alles moeten doen en alles moeten aanpakken om hier weg te komen. Je eerste wedstrijd is meteen een moeilijke. Ajax uit, heb je er wel zin in? Ja, absoluut. Ik denk, zo eerlijk moeten we ook zijn, voor Vitesse is geen één wedstrijd makkelijk. Dus Ajax uit is een hele lastige. Maar dat is die week daarna, Fortuna zit dat uit, is ook een hele lastige. Wij zitten ook niet in de situatie dat we kunnen zeggen, nou, daar, daar, daar moet drie punten worden. We zijn op dit moment geen PSV die dat misschien kan denken en zeggen. Wij moeten gewoon bij iedere wedstrijd volle bak er tegenaan om maar punten te halen. Wat was je gevoel toen je de ploeg voor het eerst aantrof vandaag? Ook al staan ze er onderaan. Hoe was de sfeer vandaag? Ja, prima getraind. Jongens hebben prima getraind, uh, dus daar valt helemaal niks van te zeggen. Ik heb ook natuurlijk al wat geïnformeerd over deze groep, uh, hoe het in elkaar zit. Ja, en dan hoor ik eigenlijk ook alleen maar positieve uh, geluiden van hoe ze met elkaar omgaan, hoe die groep in elkaar zit. Uh, dus uh, er zitten weinige jongens tussen die lastig of vervelend zijn. Uh, en eigenlijk moet je er wel een paar hebben die dat zijn. Want ook dat is goed. Dus uh, ik hoop dat er nog, er, komen er nog zes terug van een interland. Ik hoop dat daar nog een hele vervelende tussen zit. Dus dat zou dan wel mooi zijn. Want dat heb je ook nodig. Je moet ook een bepaalde spanning in een groep hebben. En uh, dat is ook goed. Dus, uh, maar ik heb heel prettig gewerkt uh, uh, vandaag met deze groep.